That was yesterday van Foreigner. Nee, nee, het nieuws van vandaag zo dadelijk in ROB Vandaag. De redactie heeft het over een spontane staking van de postbodes in Zuid-Leeuw. Een kasteeleigenaar doet een interessante vondst. En Etienne Kinaar uit Tienen wint een amateurfilmprijs. Dat en veel meer zo dadelijk in ROB Vandaag om 6:30 met Petra de Pauw. Dat is voor zo dadelijk. Een heel goede avond, kijker. Ik ben Petra en vanaf nu zal je mij regelmatig op jouw scherm zien. Ik heet je dan ook voor mijn allereerste keer van harte welkom bij ROB Vandaag. Straks in Van Bij Ons gaan we met Leeuwenaar Alain Andries naar Leuven Kermis. Maar beginnen doen we met het nieuws en de volgende hoofdpunten. En Etienne Kinaar uit Tienen wint de Europese prijs voor amateurfilm. Etienne Kinaar uit Tienen heeft met zijn vakantiefilm over Turkije de eerste prijs voor Europese amateurfilms gewonnen. De wedstrijd werd georganiseerd via internet door de wereldleider van software voor videobewerking Pineapple. Etienne is hiermee meteen de eerste Belg die deze wedstrijd wint. Ik denk dat dat voornamelijk de hoofdreden waarom de film waarschijnlijk bekroond is, het feit dat het nogal afwisselend is. Dat je niet constant altijd over hetzelfde gaat filmen. Zo bijvoorbeeld op die film is een aquariumgevecht te zien, wat in principe niets te maken heeft met Turkije, maar dan wel met ons hotel. Volgend jaar ga ik sowieso terug meedoen, alleen ik weet nog niet met wat dat zal zijn. Ik heb wel een filmpje in elkaar gestoken, een soort van proef, als je wilt, van een schoonvader. Maar wat dat zit nog echt in zijn kinderschoen in feite. Start voor een nieuwe carrière? Oh nee, nee. Ik denk dat het een start is van terug veel proberen te leren van andere filmers, zal ik maar zeggen. Ik deed niet mee aan de wedstrijd om bij wijze van spreken wat men roem noemt. Hè. Dus ik weet maar al te goed natuurlijk dat ik heel veel kan leren van andere mensen. Dus u wilt niet de filmbusiness in? Als die kans zich zou voordoen, ga ik niet nee zeggen natuurlijk. Maar anderzijds is dat niet mijn hoofddoel. Dat was alles voor het nieuws van de dag.